Allemaal kleine visjes. Allemaal kleine visjes hier. Ik ga er weer even eentje in erin knallen. Zo. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 13 augustus 2021. En het is nu 13:15 in de middag. Ja, wat ik allemaal vandaag ga doen, geen idee. Roos op zijn werk. Rodi heeft zoiets van, laat mij maar lekker slapen. Dus jullie gaan Roos niet zien vandaag. Morgen ook niet. Zondagavond. Ja. Dus, maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Kijk eens wat ik tegenkom. Dit is oud. Wauw. Dit is oud. Gaaf. Kijk nog die hele oude stuur erin. Kijk dan. Wauw. Wauw hoor, kijk dan. Het is gaaf. Nou, zoveel kennen jullie er niks van zien, maar het is een Chevrolet. Kijk, gaaf hoor. Kijk dan, die neus dan ook. Wauw. Zo. En dan deze moderne oude ding ertussen. Leuk. Zo gaaf. Hey. Ja, dat en dat zou, dat en dat blijft u houden. Huh. Kom dan. Deze kant, kom. Elwing, kom. Kom dan. Doei. Hey. Kom maar. Kom dan. Ja, lekker droog rennen. Heb je energie te veel? Nou, dan probeer ik dus mama te bereiken. Maar mama is even op dit moment niet te bereiken. Nee. Dus ik weet nou ook niet waar ze uithangt. Maar ja, ik blijf het wel even proberen. Want ze moest ook nog boodschappen doen. En ik ook. Dus ik ga even weer proberen haar te bellen. En anders is het helaas pinnekras. Ja, maar dan. Ja, ook dat nog. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Ja. Maar het is lekker weer. Het is een beetje bewolkt. Zon, waaien, maar toch warm. Dus ja. En vanmiddag nog eventjes, eerder op de middag, even met mama naar Willemsoord geweest met de honden. Lekker wezen zwemmen. Ja, ik niet, maar de honden. Ja. Oké, we staan hier bij de broodsnijmachine. Nou, ik ga deze dicht doen. En dan ga ik voor de middel, denk ik, kiezen. Voor de middel, ja. En dan gaat hij snijden voor mij, dat is handig. Oh, haha, hij pakt hem niet helemaal. Kijk, hij doet hem daar. Dus ik moet hem zo meteen nog even een keertje doen. Oké. Nou, ik had tegen jullie verteld dat ik mama dus niet te pakken kreeg. Op de huistelefoon niet en op de mobiel niet. Volgens mij heb ik mama 2 keer gebeld. Ik denk, nou, dan is ze boodschappen doen. Dus ik ga gewoon proberen naar de winkel waar ze dus altijd in principe boodschappen doet. Want hier kan ze dus niet meer. Helaas pindakaas, want deze winkel was wel goedkoper dan waar ik dus nu boodschappen heb gedaan. Maar oké, we hebben mama gevonden. Kijk. Daar is ze weer. Ja, ja. Dus ja, even boodschappen gehaald. En ja, nou met 2 tassen op, hè? Ja. Ondertief van madame Karin. Ja, verjaardagsboodschappen. Dus ja, ook gezellig. Dus daar ben ik mama heel dankbaar voor, maar dat weet ze ook. Hé mam? Ja hoor. Even een lantaarnpaal door het beeld heen. Maar, ja, maar ik ben mama dus inderdaad dankbaar. En ja, mama gaat dat voor mij eventjes tot aan de deur brengen, want ik mag momenteel niet zwaar tillen. Dus ja, dus, maar dat weten jullie, want jullie hebben al langer de vlog gezien dat ik in het ziekenhuis lag. Want ook dat heb ik deels opgenomen. Maandag heb ik dus helemaal niks opgenomen qua dat, want mijn kop stond er echt gewoon niet naar. Maar oké, wat ik nog allemaal voor de rest ga doen, zometeen straks, geen idee. Maar dat zien jullie allemaal zometeen wel zo. Mama met de hondjes. Ja, het is alweer namelijk alweer zaterdag. Ja, het is 4 uur. Van augustus, 14 augustus. Ja. En wie zit er nu naast mij? Kijk. Mama. Helemaal top. We zijn even lekker even de, eventjes snel de hort op geweest. Gezellig. Want ik heb even weer wat boodschapjes gedaan. Even een verjaardagsfeestje. Ja. Ja, ik heb mama lekker meegenoemd. Daarmee even lekker naar de Appelijn geweest. Dus ja. Ja, leuk hè? Iemand die aan het filmen is. We zitten nou lekker waar ik ook gisteren even... Ja, dat was gisteren ben geweest. Kijk, hier. Even lekker hebben we lekker een croissantje gegeten. En dan ga ik... ik weet niet wat ik nog ga doen, maar ik moet wel eventjes in de buurt blijven. Maar misschien dat ik nog eventjes een stukje gelopen met mama even erg weet ik veel waar naartoe kan. Misschien dat we hier het taluutje op gaan. En gewoon even misschien even een stukje Willemsoord op. Wie weet, ik weet het niet. Maar komt wel goed en ik maak er gewoon weer een lekkere weekendvlog van, joh. Hè? Yo. Precies dat. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon gezellig bij me. En dan zien jullie wel weer vast en zeker wat ik allemaal ga doen. Ja. Yeah. Misschien wel helemaal niks. Je weet het niet, hè? Nee. Maar ik weet het ook niet wat mijn dag gaat brengen. Nee. Ja, voorlopig zit mijn grafiek goed. En mama zit hier ook nog voorlopig goed. Oh, het regent niet, het is niet koud, het vriest niet. Dat zou raar wezen, zeg. Alsof het nou gaat vriezen. Echt wel. Dus nee, dat is het dus nog lekker niet aan de hand. Het is lekker weer, dus ja. Daar gaan we even lekker van genieten, toch? Maar. En morgen trouwens staat er ook het een en ander op de planning. Ja. Als ik op tijd de nest uit ben. Maar anders, ik ga sowieso even gelijk zo meteen mijn wekker daarvoor zetten. Ja. Maar om een uurtje of 9 ga ik hem denk ik zetten, 9:30. Want ik ben toch snel. Want er is morgen dus een soort van herdenking. En bij de grote rondtonde. En ik wil met mama nog even en naar de BOA Tex hier. Dus er staat vanmorgen genoeg op de planning. Ja. Dus ja, wordt alleen maar. Maar we laten ons niet natregenen. Tuurlijk wel, en want we zijn toch niet van suiker? Nee. Oké, ja. Over het taloetje. Lukt dat? Ja. Dat lukt, oké. Nou, we gaan het zien. Hartstikke idee en de racemonster. Jee. Nou, we gaan even over het water heen. Niet zo snel, joh. Racemonster. Die sjeest er wat vanaf. Oh. Oh. Flink op, jongen. Kleine visjes. Oh, allemaal kleine visjes hier. Een hele school. Oh, van groot en tot klein. Kijken dan. Moest kijken dan. Wauw. Dit is mooi. Gaaf hoor. Zo, en dit is van deze kant en daar hebben we dan ook de brug en die leidt dus weer naar de marineterrein. En daar zie je dus ook een boot leggen, een schip. Nou ja, niet een boot, maar een schip. Ja, precies dat. mooie skip. En geen boot. Een schip. Een marineschip. Nou, ik ben even bezig om hapjes te maken. Dat is voor een andere persoon. Dat is ook weer voor een andere persoon. Ik heb hier een schaal. Hier ben ik bezig. Heb ik hier ook nog een hele schaal. Dus ja, ik ben goed bezig. Hi, mam. Ja. Ja. Ja, want anders hou ik ze niet. Nou klaar, beide. Wacht. Rustig. En rustig. Jawel, maar die ben ik vergeten mee te nemen. En ik zit wel even lekker in het zonnetje. Nee, omhoog. Oortje goed. Kutje, krijg niet een kutje stelen erin. Doe maar. Kom eens even. En ja, was het te moeilijk? Ja, soms. Buiten is leuker. Oeh, wauw. Zo, we zijn even lekker aan het wandelen. Ja, ik ben aan het wandelen, maar iemand anders is lekker aan het rijden. Maar ik lekker niet. Kijk, wie is er weer bij me? Hi, mam. Hi, hi. Dus we gaan even dus naar die wijk daar, waar die toren staat. Dus daar gaan we even naartoe. Even naar de appeltjes groene huis. En naar de zeehondjes als die te spotten zijn. Ja. Kijk dan hoe lief. Oh, dat is zo lief. Oh, kijk dan. Zo lief. Oh, waar is mama dan? Het ligt lekker op de droge. Heerlijk. We zijn aangekomen bij de wijk Pluthol. Pluthol. Ja, Pluthol. Ja, Pluthol. Pluthol. Deze mooie geel-groenige huis. Die moest dus een andere kleur krijgen. Nou, dat heeft hij dus gekregen. Beetje gelig, denk ik, toch? Een soort van... Ja. En deze wijk is heel mooi, moet ik zeggen. Echt. Wauw. Kijk, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Nou, ik liet jullie dus net deze mooie woning zien. Maar dat is hem dus niet. Jullie zagen hem net even achter mij. Deze mooie huis is... Dat is hem dus. Maar hij is wel mooi geworden. Dat moet ik één ding nageven. Dus ja. Mama die staat daar. Ik vind het goed. Ik ga nu even lekker een plekje zoeken waar we lekker even wat kunnen smikkelen. En nou ja, die huis die is dus overgeverfd. Want anders lijkt het een beetje op elkaar, hè? Maar dat is een mooi geel. Ja. Maar die huis die is dus veranderd in een andere kleur groen. Dus ja. Dus dat... Dus ja, soms wil ik jullie gewoon eventjes op een soort van dwaalspoor brengen. Is leuk. Ook grappig, vind ik dat. Dus ja, helemaal goed. Ja, we gaan eens even kijken of we ook zwanen kunnen spotten. Ja, we hebben net even wat gegeten. Hé mam? Is lekker hè? Ja, dat dacht ik. Ik heb een auto achter me. Maar ik loop asociaal midden op de weg, zeg maar. Hoi. Nou, en hier hebben we een bedrijf Peterson en weet ik veel wat voor bedrijven nog meer. Maar het is een beetje rustig met de vrachtwagens. Ja, met de vrachtwagens, ja. Erg handig. Maar ja, wij gaan even nu even kijken of er leuke zwanen zijn, wat ik net al zei. Dus dat gaan we even doen. Want we hebben net al een hele mooie zeehondje gesport. Maar dit was het kindje trouwens. Want moeders was er niet, want... Dat kregen wij te horen van degene die dus daar al langer zijn. Dus, want het, ja, moeders is nog een slag groter dan het kleintje. Maar dat is logisch. Maar dan weten jullie dat. Dit was het kindje. Die we op de vlog hebben. Mama die heeft net haar zwaantjes weer gespot. Daar is heel blij mee. Mama is nu even naar de wc. Heel snel. En dan gaan we misschien nog even wat anders doen. Misschien met de hondjes nog eventjes naar Willemsoord of naar de dijk. Moet ik even kijken. En daarna ga ik lekker weer dingen voor mezelf doen. Yep. Ik loop rustig. Ik heb wel weer pijn. Kan gebeuren. Maakt niet uit. Komt helemaal goed. Ja, zeer zeker. Dus... Ja, het doet gewoon zeer als je zenuwen gewoon knel zit, jongens. Echt. Ik kan het niet beschrijven, zo pijnlijk het is. En dan loop ik nu rustig. Echt rustig. Ik doe even in mijn andere hand, want ik heb hier ook last. Maar ja, het is gewoon... Ik heb nou een branderig gevoel. Het is niet meer echt steken, maar het is branderig. En het is ook weer hard aan het worden, dus ik hou dat wel in de gaten. Dus en morgen dan ga ik sowieso weer even bellen naar de afdeling spoedchirurgie. Dus morgen dan komt ook mijn vader langs. Ik ga even weer Westfield Mall of the Netherlands eventjes onveilig maken. Ja. Ja, en toen. Reika, ga zitten. Reika. Kijk eens, zitten. Zitten. Eerst pootje. 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 Goed zo. Elwing, poot. Poot. Elwing, poot. Hallo. Elwing, poot. Elwing, poot. Kijk eens hier. Zitten. Poot. Goed zo. Zo. Wat zeggen we dan? Woef, woef, blaf, blaf? Nee, oké. Nee, je hebt gehad. Schooi Becky. Ja, ja, ja. En toen was het even snel kookietijd, want we gaan weer... Ho, die dame moet wel haar korselet om. Want dan trekt ze. Gaan we precies naast het booster, hè? Dus we moeten korselet straks af. Ja. Ja. Dus die hebben, die moet aan mij. Ja. Lekker en die heupgordel, hè, mam? Die hebben. Die hebben, die moet ze om. Die moet ze om. Die hebben. Die hebben, dan moet ik. Deze hebben. Want dat andere ding zit nog aan mijn stoel. Nou, prima toch? Die loopt er ergens achterlangs. Maar handig hè? En zo'n heupgordel hè? Ja. Ik ben er blij mee, hè? Even hoor. Oh, niet zo eng doen. Met je kopje naar beneden. Ja, maar dat is leuk. Eng doen. Kusje. Love you. Gaan we even staan? Ja, maar dit is al in principe voor haar werken. Dat is... Nou, mama, kom op, kom op. Rijden. Ja, hallo, even niet. Dan nou loop ik maar een stukje sneller. Nou moet je in de twee in de gaten houden, meis. Vrouwtje, hebben wij. Elwing, kom eens even staan. Ja. Zo door. Hi. Kom dan. Kom dan. Jee, het water is wat lager, man. Oeh, dat is lekker, meisje. Het water is een heel stuk lager, man. Jeetje. Hi. Hi, baby. Mam. Lekker, kom maar. Zo. Van de weekend dat we hier kwamen, dan kon ik hier niet eens staan. Mam, kijk. Kom eens. Kom maar. Ja, ga erin. Ja. Goed zo, meisje. Lekker. Oeh, lekker, meisje. Is zo lekker, hè? Hey. Ga kijken dan. Doe maar een beetje zwemmen. Lekker, hè? Is ze lekker? Ja, oh ja. Reika heeft het koud, zeg maar. Hi, meisje. Kom dan. Kom dan. Ja. Goed zo. Die is alweer nat geweest. Ja, die is al geweest. Ja, en mama die staat daar. En nu komen we in elkaars vlog. Ook leuk. Altijd hi. Leuk. Zeker is dat altijd leuk. Hi, meisje. En ik zit op een of andere manier vast. Dat is ook niet handig. Ik ga je gewoon weer pakken, dame. Hela, hela. 1, 2. Ik ga er weer even eentje in knallen. Zo. Ja. We hebben nou een afstand. Uw boester is nou nat. Die staat er mooi op ook. Hé meisje, ga kijken. Ga maar lekker zwemmen. Kom maar, ga maar zwemmen. Ja mensen, ik ga jullie nog heel erg bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze geweldige, leuke vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe en vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Tot dan!